Mijn naam is Jaap Koman, ik ben programmamanager bij Stichting Rondom GMW. Voor velen bekend zijn we de MKB-convenanthouder samen met de gemeente Rotterdam. Dat is een programma wat al een aantal jaren loopt en wij proberen op een andere manier, betere manier samen te werken, zodat wij aan waardecreatie en kostenreductie kunnen doen. En dat laten wij zien op het Rondom GWW-plein op Infratech. 2 jaar geleden stonden we daar ook met hetzelfde plein en is het plein verkozen door de bezoekers tot het mooiste, beste plein. Nou, dat is natuurlijk aardig, dat was een hele verrassing voor ons. Leuk om te doen, maar dat schept verwachtingen voor deze keer. En we gaan natuurlijk ook veel meer onze relaties uitnodigen om bij ons langs te komen. En we hopen ook nieuwe opdrachtgevers in de gemeente, provincies naar ons plein te krijgen om met ons te praten over te kijken van nou, hoe kunnen we dat toekomstig werk met elkaar anders uitvoeren. En anders bedoel ik dan vooral ook beter voor beide partijen. Dus niet alleen voor ons, maar ook voor de opdrachtgever. Futureproof, dat zegt misschien alles dat je er al helemaal bent. We zijn natuurlijk allemaal onderweg om dat te willen zijn. Wij laten heel duidelijk zien hoe we dat met de gemeente Rotterdam, en heel nadrukkelijk ook met de gemeente Rotterdam, die zullen ook een stevige inbreng ook hebben in ons programma. Hoe wij dat dus anders aanpakken. Naar anderen een voorbeeld zien van, hey, zo kan het ook. En wij lossen allerlei zaken om rond human capital, rond circulair, rond allerlei thema's die lopen. Vergeet ook niet digitalisering, informatisering. Dat zijn allemaal thema's die wij dus samen willen brengen. En tegen die tijd hopen we dat we ook meerdere gemeenten als onze partner kunnen aankondigen.